Gisteren aan het eind van de middag werd duidelijk dat Pepijn in het ziekenhuis is overleden. Meteen werden er bloemen en kaarsen op de plek van het ongeval gelegd. Onder hen de man die nog voor het leven van de tiener heeft gevochten. Ik heb gisteravond die jongen van 16 jaar gereanimeerd. En dat had toch best wel impact op mij. En daarom ben ik ook hier om eventjes toch een kaarsje op te steken. Ja, dat die jongen toch 16 jaar geleden overleden is. Ja, en ik had het... Je hebt ieder jaar een reanimatiecursus. En het doet toch wel heel veel mee op het moment. Het is niet niks om iemand te reanimeren en dan toch een hartslag te zien op de monitor van de GGD, van de ambulance dienst. En dan denk ik, yes, we hebben hem. En dan krijg je vandaag toch het bericht te horen van, hij is toch overleden. En dan ga je toch, ik ben al 2 keer hier geweest en het is gewoon triest.